is nog steeds een verbindende Duitsland, dat zal er ook wel blijven. Dat betekent dat we een enorme flexibiliteit hebben en het geld wat we verdienen onmiddellijk weer investeren. Zo zal ik zien, we hebben een uiterst moderne machinepark hier neergezet. We hebben een behoorlijk laboratorium, alleen dat één probleem, ruimte. We ontwikkelen enorm veel producten, zodra we dus aan die ontwikkeling staan. En we hebben één filosofie hier, het is ons ding en we staan er voor. En de hoofdvraag is de kwaliteit en de duurzaamheid. De materialen die we maken, die gaan in principe 20 jaar dus mee. Dat betekent dat onderzoek en ontwikkeling gebeurt hier. Dus elk nieuw product dat we denken dat we het hebben, dat wordt hier binnen gedaan. We maken ook de materiaalsamenstelling hier allemaal zelf. De productie doen we zelf. Dat betekent dat we totaal onafhankelijk zijn van de derde partij die onze leverancier zou kunnen maken. Toen hebben de trolleybus Arnhem, was heel veel jaren geleden, toen was het nog niet, een probleem. Dus vanaf, ik denk, 1975 ben ik intensief hier met het vervoerbedrijf bezig geweest. En Beelen heeft dat hele bandenlijnsnet opgeknapt met de partners in Duitsland. Ik heb bij iedereen een map neergelegd, daar staat de historie van Beelen in. Vandaar dat ik er dus even doorheen kan gaan. Je ziet dat is een lijnschakeling van jaren. Een ander ding in het Gelderse dat we gedaan hebben al die tijd is de kerncentrale in Dodewaard. Alles brandwerend maken, vluchtwegen maken, dat de mensen eruit konden in een calamiteit. Tot de sluiting eigenlijk gedaan was. En een ander ding waar ik denk waarschijnlijk niet veel concurrentie gehad zou hebben, is met de Ariane 4 raketten waarmee satellieten gelanceerd werden. De eerste is in de lucht ontploft. We werden uitgenodigd van help, help, help. U weet er alles van. 1991, dat betekende elke week drie keer naar Bremen, want ik heb zo'n stuurraket niet in de tuin zitten, dat te doen. En wij hebben al die lanceringen gedaan. De eerste, als een krant op gemeld wordt van, oh, we hebben weer een ramp gehad, dat zijn we dus heel snel weer vergeten. Dit zijn nu een aantal gevallen, maar goed, het is vandaag het ding. En overigens van de Scandinavian Star, dat die weerpomp, daar is, dat is 1991 geweest, daar is een reconstructie geweest. De video is ook op de tv verschenen. Daar kun je dus zien wat er dus gebeurt. Goed. Ja, dan hebben we het uiteindelijk over. Hebben we veiligheid of hebben we schijnveiligheid? Het is natuurlijk zo, je hebt de passie om het goed te doen of niet. We raken de certificeringen, de lezingen gehouden, maar het is moeilijk, hè? We hebben dat allemaal geregeld met elkaar en veranderen is dus een langdurige geschiedenis. Totdat vorig jaar er dus gebeld werd uit Houston, American Road Shipping, of ik daar niet eens wilde komen, want ze wilden over africhtingssystemen praten en toen heette het, ze deugen niet. Dat is dus ook voor ons niet leuk te horen. Dus ik heb daar mijn zegje gedaan en dan stel je vast dat ook daar de kennis op dit gebied toch behoorlijk ontbreekt. Dus ook een hele hijsraap in de markt overlost van wat is wat en wat functioneert nou nog. Ja, is een job. We hebben de Campus Idee, daarachter hangen een paar platen waar we met de architect over bezig geweest zijn. We hebben een schema gemaakt, we gaan in 3 jaar proberen te verwerken. Oké, dat heeft natuurlijk ik denk dat vorig jaar nog niemand in de auto wist wat Beelen aan het doen was. Dat is nu wel even anders. Ze zagen morgen alleen de weerlijn, maar wisten niet wat deze jongen deed. Amerika. We hebben je al een tijdje gevolgd en nu zullen we jou maar eens overgeleven. No, dat zullen we zelf wel bepalen. Dus dat gaat ook niet door. Dus dat gebeurt ook niet. Overigens, de bouwman van Koers Leuven zit hier. Die is met 2 andere mensen in het leven geroepen als een team. Om, als mij wat overkomt voor vele reizen en nog gezien mijn leeftijd. Die dan onmiddellijk moeten overnemen en dat dus door moeten zetten. Dus van verkoop is dus geen enkele sprake. Goed, nu heeft ook nog niemand gezien hoe het eruit gaat zien. Want ja, dat is natuurlijk wel leuk en aardig dat we dat allemaal brullen en zien. En we hebben daar tekeningen gemaakt van de architect.
En dan zou ik meneer Panier en meneer Berg willen uitnodigen om nu te onthullen hoe het eruit gaat zien. In 3 minutes on 1100 degree. So, even less. So, we will run you through this. We have only a short time. Jullie hebben het bord wel even gezien, hè? Ja, dat is wel een speciale uitstap bij het bord. We hebben de hele morgen op intrekken. Ja, Nee. Op intrekken. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Een jaar of twee geleden zijn de nieuwe bestuurders binnen de voetbalvereniging opgestaan om te kijken van hoe gaan we de club besturen. En we liepen al snel tegen een aantal zaken aan waar we dachten van, hé, hoe maak je een vereniging toekomstproef? Hoe staan we er over 10, 15 jaar voor? Korte termijn dingetjes regelen is op zich wel te doen. Je hebt een clubje mensen bij elkaar vinden om op korte termijn wat bestrating te doen of een elftal te begeleiden, korte termijn. Ik ben toen Erik Rams, onder andere van Bovo, als een van de eerste benaderd. En wat bleek eigenlijk, dat in een gesprek met Erik we eigenlijk gemeenschappelijke problemen hadden. Eigenlijk hebben de verenigingen die ik gesproken heb dezelfde problematiek, alleen de uitvoering van sport is anders. Vervolgens heb ik de Perla's gesproken, heb ik Alatna gesproken, uitvereniging de Haren. En zo hebben we eigenlijk inzichtelijk gekregen waar de behoeftes binnen de sportvereniging lagen. En dat lag met name op een stukje samenwerking, hoe kun je elkaar versterken. Maar ook dat een aantal verenigingen behoeftes hadden in een stukje accommodatie. De ijsvereniging bijvoorbeeld heeft aan de andere kant van een aantal ijsbaan liggen die nodig onderhoud behoeft. Ijsbaan is lek, er blijft een aantal weken water op staan, maar als er ijs op ligt is het toch wel goed dat daar ijs op blijft en water op blijft. Maar dat is nu niet het geval, het is een forse investering voor noodzakelijk. De Pennelaars, de wielerclub, is eigenlijk al jaren op zoek naar een locatie om de wielersport, en met name ook voor de jeugd, in een veilige omgeving te kunnen geven. De DK van vorig jaar biedt voor die bal, kregen zij de mogelijkheid om het aan te gaan, alleen waar leggen we dat neer, was toen de vraag. Brichtbouw sportondersteuning hebben wij in dat stadium ook betrokken bij het hele verhaal. Ik geef straks nog het woord aan Brichtbouw om specifiek te vertellen wat ze nou doen. Maar met name jongeren en mensen met afstand tot de sport, met beperking, willen wij ook graag gaan betrekken. En zo hebben wij Brichtbouw in panden gehaald, hun waren op zoek naar een locatie. En vervolgens hebben wij in ruil wat apparatuur ter beschikking gesteld gekregen, zodat wij ook de hersteltraining met onze voetballers kunnen doen. Na al die behoeftes geïnventariseerd te hebben, heb ik eigenlijk iedereen bij elkaar geroepen. Ik dacht van, nou, er zijn zoveel behoeftes en volgens mij moet dat inpasbaar zijn met elkaar. En moet je elkaar kunnen versterken en moet je elkaars accommodatie en elkaars mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Nou, vervolgens hebben we in kaart gebracht van wat ligt er en wat zijn de wensen van alle clubs. En zou het mogelijk kunnen zijn om dat in één plan te verwerken. Niet dat nu de ijsbaan daar voor een x-bedrag wordt gerenoveerd, volgens de wielerbaan aan de andere kant van Aalten ligt. En hebben we gedacht van, nou, volgens mij moet alles vanuit Sportpark Zuid kunnen. En zo kun je op bestuurlijk niveau ook met elkaar sparren om te kijken van, hey, waar gaan we naartoe en waar kunnen we elkaar ondersteunen. We willen daar ook voor het voetbal gebruik van maken. Nou, en dan hebben we vervolgens als AD zijde ook mee geïnvesteerd. Dus we hebben het terrein groter gemaakt, zodat ook de voetbalsport op hetzelfde complex gedaan kan. Dus ook weer daar die samenwerking gezocht. Niet alleen voor Bovo, het terrein of alleen voor AD, nee, wij proberen daar gezamenlijk op te trekken om er wat moois van te maken. De korfbalvelden, één of twee.
Die liggen daar nu, maar die zouden, zullen straks hier wat verplaatst gaan worden. Nou, mini arena, en mijn kunst was om ook te proberen de kinderen op, te betrekken bij de sport. En daar is weer de combinatie gezocht van Alatna en AD69, dat ook de mini arena zowel voor de korfbalsport als voor de voetbalsport gebruikt wordt. Het is zonde dat er één vereniging alleen op de zaterdagochtend gebruik van maakt en de rest van de week alles braak ligt of niet gebruikt wordt. Dat is zonde. Want we willen met een multifunctioneel sportpark zo optimaal mogelijk zoveel mogelijk mensen laten gebruiken van alle faciliteiten. Een gedateerde foto. En wat het mooiste is, is dat we dit willen gaan realiseren. Wij zien dit als de ultieme mogelijkheid om de sporten samen te voegen. Van elkaar faciliteiten gebruik te maken, maar ook elkaar te kunnen ondersteunen op bestuurlijk gebied. En ik heb soms af en toe al eens een keer, en Erik weet dat, ik heb daarin ook met dit plan heel erg in close contact mee met de volleybalsport. Is dat ik wel eens geroepen heb, ja, misschien wordt er wel eens gedacht dat we tussen de 5 en 10 jaar een sportvereniging aan te zijn met 1800 tot 3000 leden, maar dan met 4 takken van sport. Dus dat we zeg maar een soort omni-gedachte creëren met een bestuur daarboven en deelgroepen met voetbalsport, met volleybalsport en schaatsport. En ik denk dat het dan in de toekomst een stukje toekomstproef wordt, want je ziet dat gewoon, en dat zien wij ook, in ons kader zien we echt gewoon een terugloop. Bestuurders die, het wordt bijna een dagtaak voor bestuurders om een club als grote van AD, en er zijn nog veel grotere clubs die daarin nog veel meer problemen hebben, maar als ik al naar mijn eigen vereniging kijk, is het al moeilijk zat overheen gelegd kan worden. Alleen wij hopen, als werkgroep, maar ook ik in persoon, als het, dat het niet blijft hangen in inspireren van groepen en dan het niet wordt doorgezet. Want we hebben veel inspiratiebronnen gehad, school naar school, nu de open club gedacht, en we hopen dat dat uitgebreid kan worden, dat we in de toekomst ook een stukje ondersteuning van de overheid krijgen. Natuurlijk gaan de verenigingen ook in bijdragen, maar we ook een stukje ondersteuning van de overheid krijgen. Want dit is voor de clubs zelf niet op te brengen in zijn weer. En we hopen dat... Nog wat aparte naam, Prinsbouw. Vooral omdat we het met CH hebben geschreven. Dat heeft een duidelijke functie. Bridge wil eigenlijk zeggen brug. En wij willen dus een soort bruggenbouwer zijn voor mensen met een beperking richting het reguliere sportcircuit. Nou ja, waarom hebben we het met Rich gedaan met CH? Niet omdat we niet weten dat Bridge met DGE is, maar omdat er de naam van Richard in zit. Dat is een van de andere mede-eigenaren. En Bouw, daar zit de naam van Boudewijn erin. Dus vandaar dat we Bridge als van ondersteuning. Dat is de reden. Dat is niet de reden dat we geen Engels meer hebben. Of dat we niet bij goed hebben opgelet. Nee. Die begint. Dus, een jaar of is in 2010 opgericht. Dus, door Richard en mij. Omdat wij graag die brugbouwfunctie wilden vervullen voor mensen met een beperking. Nou, we hebben op dit moment begeleiden we 200 mensen met een beperking. In het reguliere sportcircuit, zoals we dat mooi noemen. En dat gaat van, zeg maar, Reden tot Eibergen, tot Aalten, Winterswijk en de hele contraille hier eromheen. We hebben daarvoor een heel aantal diensten ontwikkeld. En dat is onder andere een dienst voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. En dat heet Doorbeleving in Beweging. We hebben een dienst voor ouderen, Kom in Beweging. We hebben de sportondersteuning binnen het reguliere sportcircuit, binnen sport- en gezondheidscentra. En dat noemen we dan eigenlijk Bridgebouw sportondersteuning indoor. Waar we mensen mee willen laten sporten. Gelijktijdig, kijk mensen zoals u en ik. Dus niet specifieke doelgroeptraining, maar juist lekker meedoen met die extra sportondersteuning en begeleiding die ze daarbij nodig hebben. Heel veel mensen bij ons die wel kunnen fietsen, maar nog niet die veiligheid hebben om dat hier buiten op straat te doen. Dus als er hier een wielerbaan zou komen of een baan waar we deze mensen eerst zouden kunnen opleiden tot goed fietsen met nog wat extra verkeersgedragsregels mee kunnen geven, hier intern, dan hou je het natuurlijk veilig en dan kunnen ze later ook meer meedoen in de maatschappij. Want als ze dat kunnen, kunnen ze weer verder komen. Buiten de mensen zelf, komt uit de verenigingen zelf. In de loop van het traject hebben we wel de nodige ondersteuning van de gemeente daarin gekregen. We zijn ook heel blij dat de ambtenaar op de wethouder is aangesloten om dit zeg maar wel te blijven
ondersteunen. Omdat we als vrijwilligers zijn natuurlijk wel op, ja, de know-how en de kennis niet altijd allemaal binnenboord hebben. Onder andere is er een onderzoeksbureau wat deze tekening in samenspraak met ons heeft gemaakt. En er komt ook een financiële haalbaarheid door datzelfde bureau. En daar is wel ondersteuning van de gemeente voor noodzakelijk. Maar we willen ook proberen de scholen te gaan betrekken, maar ook bijvoorbeeld om gymlessen te gaan verzorgen en de kinderen ook hier naartoe halen. Dus dat we ook de kinderen met allerlei sporten, want het is natuurlijk mooi voor een school, want de school is altijd heel terughoudend voor individuele clubs. Want dan zit het belang van de individuele clubs heel groot, om allemaal aan die leden te trekken. Aha. Nu gaan wij met ons sportpark, met alle clubs, de boer op. En u exploiteert dit sportpark? Momenteel nog wel, ja. Als voetbalclub. En we zagen ook in het kader van de structuurvergrijzing, ook teruglopen in de verleden aantal, maar ook in ons kader, dat we in de toekomst dit veel beter weg kunnen zetten voor de sport. Dat vonden wij heel belangrijk. En ik ben ook hartstikke blij dat hier in de toekomst gewoon andere sporten zich kunnen ontplooien. En dat denk ik dat wij als voetbalsport, als dat zo is, wij ons als voetbalsport ook ontplooien. Dat is ook de achterliggende gedachte. En we gaan met z'n allen kijken hoe we die sport goed weg kunnen zetten in Aalten.